Hey, ik ben er klaar voor. Oké, waar het in deze video zal over gaan, is over de emojis. Oké, ik weet niet waarom, maar er is dus ooit een BLO geweest die het in zijn kop heeft gehaald om te denken dat er iemand echt zo zijn gezicht eruit ziet. Nee, dat is niet zo. Waarom doen jullie allemaal zo dom? Maar omdat ik vind dat mijn gezicht nogal flexibel is, ga ik de uitdaging aan om zoveel mogelijk emojis na te doen. Ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar ik ben Robert, dus dat zal wel lukken. Oké, de eerste. Dat is een blije smiley die naar onder kijkt. Dit voelt heel verkeerd aan. Heeft hij nu zijn ogen open of dicht? Oké, hoe de fuck moet ik dat nu nadoen? Goed genoeg, ja, goed genoeg. Het is gênant als mensen voorbij lopen en die zien u praten tegen een camera. Alsjeblieft, BLO's, doe dat toch niet meer. Loop gewoon door. Fantasie. Oké, dat is gewoon de meest mislukte smiley ooit. Ik faal. Oké, ik zit mijn gezicht er dus echt zo lelijk te maken, hè? Waarom doe ik dit toch? Oké, en dat is dus de Mongolenvuist. Normale mensen doen een vuist zo, maar nee, zij doen het zo. Echt onlogisch allemaal. Oké, deze smiley gebruik ik wel vaak, maar ik denk niet dat iemand precies weet wat die smiley wil zeggen. Oké, hoe moet ik dat ooit kunnen uitbeelden? Dat is een begin. Ja. Lijkt het er een beetje op? Oh, dat heeft vies pijn. Tju. Oké, deze smiley is dus zo onlogisch. Hoe kan ik dat nu doen? Ik heb toch een mond? Ja, goed. Is dat goed? Oh, mijn hand is groot. Fuck! Wauw. Kan het niet simpeler? It looks right. Oh, deze heb ik al zo lang willen doen. Waar is mijn vriendin? Oké, de ninja move. Hi. Oké, toevallig heb ik dus geen bril. Dus? Oh, lekker zeg. Oké, ik heb deze smiley daarnet al geprobeerd en die lijkt gewoon echt op Miley Cyrus. Let maar op. Zie je? 100% Miley Cyrus. Vorige week was ik dus naar de Belgische YouTube Meetup geweest. En dat was daar gewoon zo gezellig. Ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. En heel veel mensen zelf gezien die je normaal niet ziet. Alleen maar achter een scherm. Dus... ja, dat was weer een hele ervaring. En in de beschrijving zet ik ook de links naar de verschillende YouTube-kanalen waarmee ik heb gesproken. Dus dat is dan bijvoorbeeld Damon van Die Gekke Belg, Dead Weirdo Delphine, Acid en Uniguys, Morgan Eilette, Olex, Jasper van Rapsai. En ja, ik ga zeker ook eens een bezoekje brengen aan hun kanalen. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Laat zeker in de reacties achter als jullie hier een tweede deel op willen. En ja, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Dus mensen, ik zie jullie terug binnen 2 weken op mijn nieuwe video.